Moest dat nou? Wat? Hele goedemorgen. Het is van nu 8 uur. En wij gaan zo op weg naar Sittard. Naar onze grote vriend Jael. En hier hebben wij de enige echte Stefan Koetsier. Johan. Heb je hier een beetje zin? Zekers. Zeker. Altijd. Hoe lang is het rijden? Het is voor mij 1 uur en 54 minuten rijden. Maar we doen er waarschijnlijk al 2 uur over. Nou, dan gaan we even een stukje rijden, of niet? Nou, laat eerst de spullen nog maar even pakken. Dat lijkt me wel een goed idee, inderdaad. Let's go. We zijn onderweg! Hey, daar gaan we. Kijk eens! Sittard! Sittard! Hey! 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 We zijn er! Oké, linksaf. Man, ik ben helemaal gaar. Oké, we hebben nog... Ja, en ik dan. Je zit er een beetje na. Oké, jongens, 10 minuutjes nog. Waar zijn we er gewoon? 10 minuutjes. Wat is dat voor pak dan? Zeg maar rijden. Ja, in GTA. Kaboom! Nou, dus dit is Sittard. Ja, het valt inderdaad een beetje. er staat Jael als goed is zo meteen ergens langs de kant ons op te wachten in deze heerlijke regen. Want deze dingen in Sittard, die stoplichten, die doen het niet. Die doen het volgens mij niet, nee. Kom op, ja. There we go. Jongen, jongen. 2 uur. En hij staat er niet. Oké. Wel dan. Ah, ik sta buiten zeg. Jong. Hey, Jael. We staan op de... Ja, we staan op de parkeerplaats. Kom even naar beneden, dan kun je achter ons op de parkeerplaats. Ja, helemaal goed. Yo. 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 Is dat die knakker? Is dat die pik? Nee, volgens mij heb je daar die knakker. Kijk eens. Kijk eens. Kijk. Wat een gentleman. En dan gaan we wegrijden. Zeg meneer. Ja. Kent u een Jael Nomer? Nee, dat is niet. Oh. We zitten verkeerd. Oh. Oké, jongens. Yo. Vertel het eens, wat hebben we net gedaan? We hebben een paar games gefilmd. Ik ben muziek aan het spelen. Ik ben nu de druis aan het verwijderen. Ja, als je kan. Moet zoveel laten zien, jongen. En wat? Behind the scenes. Welk spel hebben we net gedaan? Sportfans. En daarvoor? Ja. Hidden in Plain Sight. Oké, we gaan nog even verder met Sportfans dadelijk. Denk ik. Kunnen we nog PlayStation 1 spelen? Ja, die is echt vet. Crash en zo. Ja. Oké. Okay. Ja, maar dan, de echte PlayStation. En nog andere plannen voor vandaag? Pizza eten. Keihard de club toch? Oké. Okay. Ja, we gaan even naar buiten. Ja. Even Sittard bekend. Ga ik de Sittard laten zien. Wat heb je een vette PC trouwens, hè? Ja, dat zei je net ook. Dat zei ik net ook. Ja, maar ik zag het niet, want ik zet hem ernaar. Kijk eens. Licht erbij. Kijk dan. Ik kan niet schelen. Oké. Er is een. Wat is er gebeurd, jongens? Nou, laat eens even kijken. Ik laat het je wel zien. Robin is namelijk vergeten om even te kijken, te controleren of hij wel goed filmde. Dat had ik hem nog gezegd, maar zoals je hier kan zien, zijn ze allemaal. Jawel, zwart. En hoe voel je je daarbij, Robin? Ja. Doe niks goed doen, hè. Waar is de dichtstbijzijnde vlek gewoon? Hierboven. Nou, jongens. Ik had het je gewoon nog gezegd, Robin. Nou, wat gaan we er staan doen? Oh, dit is best hoog. Yep. Hé, hey, wie is dat dan? Hij moet daar wel daar staan. Ik ga je bril afdoen, dan zie je niet best. Oké, we gaan dus deze GoPro SJ 4000
Zou we naar beneden gooien? Waarom? Doen we tussenaan? Dat het jouw idee was? Dat was helemaal niet mijn idee. Precies. Dit is mijn camera. Ja, ik laat hem recht naar beneden vallen. Stefan. Nee, I don't want this. Oké, okay. Hij staat aan. Oh my goodness. Oké, okay, daar gaat hij. Ja? Hoppa! There we go. Shit. Oké, okay, dat doen we dus nooit meer. Want dat nieuws. Oh my goodness. Oké, okay, gaan we een toertje doen. Sittard. Sittard! Wat de heck is dit? Standbeeld? Een standbeeld. Er zit dus je... Wie staat er zo nou als standbeeld? Dit is toch niet normaal? Van Louis Wiertz Schimmer. Robin, die vindt dit ding dus fucking gaaf. Heb je ooit iemand zo zien staan dan? Ik niet. Nou, ik kan het proberen. Sure, doe maar. Komt ie, jongens. Komt ie. Doei. Oh. Oh. Nee, grapje. Is oké. Okay. Niks van hand. Ja. Yeah. Weer zo'n vaag standbeeld trouwens, maar whatever. Maak eens hier een nieuw winkelcentrum. Is dan die hele halve winkelstraat is dat leeg. Ja, dat is niet handig. We kunnen ze beter daar gewoon nieuwe mensen doen. Dat dacht ik ook, maar ja, whatever. Oh, jongens, wacht even. Een paal! Holy shit! Even scherp stellen, jongens. Een paal! Wat de hel, dat hebben ze daar niet. Wow, oké. Oh ja. Wauw. Wij komen hier in Sittard. Sorry. Praat tegen mij. Punt, dat ook weer geregeld. Heb je het spul? Oké, okay, wacht, ik heb het spul. heb jij het geld? Oh wacht, ik vergeet mijn spullen. Every time we touch, jongens, zie je ook dat standbeeld? Go, 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 pak hem! Toe, ga weg met de camera. Oh, ga weg. Oké, sorry. Die is niet weg. Die kom jij. Hi. Hi. Oh sorry, ik ben ook van een paparazzi. Hi. I don't know. Nee? Ik heb wel geleden op. We hebben de ultieme speelplaats voor Stefan gevonden. Nee, ja, oh, en jou ook. Stefan. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Speeltuintesters. Ja, dat is best cool. Ja, de Speeltuintesters. Eerste aflevering, Sittard. Is speeltuin in jouw buurt veilig genoeg voor jouw kinderen? Het eerste onderdeel. Ziet de speeltuin er leuk uit? Als je aankomt lopen, moeten jouw kinderen aangetrokken worden tot de speeltuin. Voor dit onderdeel geven wij deze speeltuin een 7. Test 1. Oh, okay. Glijbaan is niet veilig. Nee.
Nou, had je er veel plezier in? Ja. Jeroen, straat er vandoor. Wachten. Hey jongens, wat? Kijk naar mij. Waar ben jij? Oh! Ah, de boven!